اسمه نزار، من 25 سنة. أنا كم أكتوبر نتسنى ما برايز اللي كبخونا بمية كيبوش كاريير كم أيتنا خزين فان زاس كندر ما بودر ما فادر يا ليه ما مصاب ما أولو سامو كنت أبخفوت كنت رستك من يكت أفتو لال ستريك شايت آدم أفتو لال ستريك من توي كير ويرلد فيوجن كامبيون زوز لوندا. Dit was afgelopen jaar, begin jaar bijna. Dit was in februari in Eindhoven. Toen moest ik me verdedigen. Ik heb één keer Fight of the Night gewonnen. Hier liggen bekers die ik allemaal heb gewonnen met mijn kickboxcarrière. Mijn neef van moeder kwam langs, is een keer mee te gaan trainen. Een beetje lach. Ik zei, ja, dat is goed. Toen zei ik en mijn broer samen geweest. Waarmee vier man gingen wij altijd. Maar nooit echt serieus zo. Vond je wel leuk. Eerste maand ging je hard trainen. Dan kwam ik 6 maanden op dagen. En toen dacht ik, ja, waarom een keer proberen een wedstrijd? Of ik kan vechten of niet. Vrienden, vrienden, jongen, mensen zaten ook mij aan de hoek. Hij zei, ja, ik heb een wedstrijd. Ik zei, ja, ik wil wel proberen. Ik stond tegen een jongen, ook een nieuweling. Ja, die was een beetje breder als mij, een beetje groter ook. Uiteindelijk heb ik die wedstrijd gewonnen. En toen, ja, toen werd ik wel een beetje verliefd in de sport. Als ik een wedstrijd had, dat ik mooi tegen. Dat is mij betrapt op gehalen. Kijk, mijn ouders waren prima een beetje op tegen. Maar ja, dat ze toch wel moeten laten gaan van, ja, als zij die sport echt moeten doen. Geen gekke dingen doet of zo, dan vinden ze het wel goed. Mijn moeder is lief voor me. Ze legt altijd aan mijn sportkleding, gooit ze in een mandje. Ja, kom ik in de ochtend, dan pak ik dat eruit. Spul erin, snel tanden voeten, snel feiten weg en naar training. Eén keer moet ik naar Helmond, de andere keer moet ik naar Seal Gym. Nou ja, dan kom ik meestal op tijd terug, dan eet ik. Als ik train, dan voel ik me best wel fit. Als ik ochtend wakker word, heb je ook een dagelijkse ritme. Word je lekker vroeg wakker. Dan ga je trainen en heb je ook een hele dag voor jezelf. Tot de avond ga je weer trainen. Af en toe is het wel uitputtend, maar alles heeft een profijt. Dus je automatisch leef je gezond. Je hebt wel eens momenten dat jij denkt van, ja, waar ben ik aan begonnen? Of, maar ja, als je het voorover hebt op een top willen staan, dan moet je dat wel doen toch? Als je niet traint, win je ook niet. Of je moet echt een extreem goed talent hebben dat je hem met één knop elke keer neerslaat. Maar er zijn er maar heel weinig. Elk sporter weet, je krijgt niks gratis, je moet ervoor weg. Achter het scherm is het zwaar. Af en toe heb je wel van die dagen van dat je met niemand wil spreken. Of als je goed chagrijnig bent na de training. Of als hij, stel een jongen is geblesseerd en draait al maanden niet. Kan misschien in een dip zitten. De meeste mensen zien alleen als je wint. Ik train zoals ik altijd train eigenlijk. Ik kan gewoon mijn schema aan. En, het heeft altijd gewerkt, dus, waarom moet je veranderen? Ik zelf was een harde jongen, conditiebeest. Knokt goed. Maar ik geef niks cadeau. Maar zelf niks krijgen. Ik zou natuurlijk ook wel hard voor moeten bereiden. Daar heb ik geen pannenkoek. Want ik weet dat hij wil winnen en ik wil ook winnen.